je nu hoort is een basistrek van een liedje. Je hoort hier een drums, een basgitaar en een ritmegitaar. Het is op de ouderwetse manier opgenomen op een four-track tape recorder machine. Wat ik nu aan het doen ben is deze vier sporen op de computer zetten, zodat je dat eventueel verder kan gaan uitwerken. Op deze cassette staat de basistrack, dus van drums, gitaar en basgitaar, van het lied Stop ermee. Ik ben begonnen met een ritme erop te zetten. I hope. Het klinkt een beetje hol, het is een beetje shit, maar... Toen ik de drums erop stond, heb ik de drums van spoor 1 meegenomen naar spoor 2 en daar gelijkertijd de gitaar in gezet. Komt de gitaar erbij. Toen dat gebeurd was, dus toen de drums en de ritmegitaar was opgenomen, heb ik er de baspartij bij gezet. En die baspartij heb ik in dit geval op spoor 4 gezet. Nadat de drums, bas en de ritmegitaar erop stonden, heb ik via een keyboard drumriffs ingevuld. Ik heb die met mijn vingers ingespeeld, zodat je dus nooit twee keer achter elkaar dezelfde drumriffs krijgt. Dus dan klinkt het een beetje alsof er een echte drummer aanwezig is. En dat komt dan zo. Nou, ik hoor nog niks. Vocals bijzetten, eventueel keyboards, whatsoever.